bedrijven beginnen ons spontaan te bellen. Waardoor we merken dat, ja, dat vroeger, een jaar of twee geleden, moesten wij zelf de boer op om mensen te gaan overtuigen van het belang van 5G. En dat is nu een beetje een natuurlijke flow. Dat is één punt. Tweede is, we merken dat er budgetten zijn in de bedrijven om te spenderen aan 5G-deployments. Meestal is het ook al in de raad van bestuur ter sprake gekomen en er is een uptake aan die kant. Dan is er is wel een beetje het verschil tussen twee soorten bedrijven. Je hebt bedrijven die al geavanceerd zijn, die hebben al een digitaal plan gemaakt en komen dan naar ons om effectief te werken op de use cases in ons 5G-lab. Andere bedrijven zijn een beetje zoekende, hebben instructies gekregen en daar hebben we meer het discovery pack, een soort van ontdekken wat 5G kan brengen voor het bedrijf dat we aanbieden. Maar dus er is effectief wel tractie vanuit de markt. Als ik moet kiezen, een van de pilootprojecten die we samen met EVS, een Luiks bedrijf in productie en diensten rond audiovisuele media, gedaan hebben, is de Flex Production. En wat was de setup? Normaal gezien op een eventlocatie, het kan een sportmanifestatie of een theaterstuk zijn, komt er een controlekamer in de vorm van een automobiel ter plaatse waar de montage gebeurt. En dus we zijn erin geslaagd om de HD-camera's, 4K-camera's, te streamen via 5G naar een cloud-applicatie waarop de montage kon gebeuren, zodanig dat we de volledige productiewagen en controlekamer konden supprimeren in de setup. We hebben dat gedaan in Luik, dat was een theaterstuk in Luik. Een Griekse tragedie die we gefilmd hebben met 8 camera's. En in La Grande Poste in Luik, waar ons 5G-lab is, daar kwam al die informatie binnen, werd de montage gedaan en dan gestreamd naar 10.000 leerlingen in de scholen in Wallonië. Wat ook een beetje een sociale dimensie heeft en ook het onderwijs was betrokken in de ganse setup. Het eerste wat we gaan zien is dat onze netwerken van de mobiele operatoren en ook het onze, dat die dus veel meer dekkingsgraad gaan hebben in 2024. Dat zal nog altijd een zeer belangrijk punt zijn. Ten tweede zullen wij ook ons core systeem actief hebben, waardoor we die private netwerken voor de B2B-wereld kunnen uitrollen. Ten derde gaat er ook nieuwe use cases gaan komen. We verwachten dat er nieuwe use cases komen die ook gaan gebruik maken van ultra-low latency, waar we vandaag zien dat de use cases nog vooral geconcentreerd zijn op meer bandbreedte.